Het nieuws van donderdag 9 juli. Een wilde achtervolging van een autodief eindigde met een klap tegen een muurtje. Ravage in het centrum van Harreveld. Naar huis moeten gaan voordat je überhaupt bergen gezien hebt, dat is wel heel erg zuur. Een zwaar teleurgestelde, geblesseerde Robert Gesink zet weer voet op Nederlandse bodem. Het toersprookje is uit. En een nachtelijk tochtje van een aantal ontsnapte ponies is vannacht op miraculeuze wijze zonder brokken verlopen. Dag dames en heren, goedenavond. Een aangehouden autodief, 3 beschadigde politieauto's en een ravage in het centrum van Harreveld. Dat is het resultaat van een wilde achtervolging van een autodief door de politie in de Achterhoek. Dit is de auto van een mevrouw uit Vierakker. Ze laat gisteren even de sleutels in de auto zitten en een 49-jarige man uit Oude IJsselstreek gaat ermee vandoor. Agenten zien de man rijden en geven hem een stopteken. Als hij dat meermalen negeert, zetten zij de achtervolging in. Hij wilde niet stoppen. Daarbij heeft hij een politieauto die de man trachtte te attenderen om te stoppen, heeft hij van de weg gedrukt. Er is ook een andere politieauto beschadigd op een rotonde. En uiteindelijk bij de aanhouding, toen hij moest stoppen voor een vrachtwagen in een wegversmalling, heeft hij zijn auto nog eens een keer achteruit gezet en ook weer tegen een politieauto aangereden. In het centrum van Harreveld wordt de man aangehouden. De politie doet geen mededelingen over de verklaring die hij heeft afgelegd. Buurtbewoners zijn geschrokken van de hoge snelheid waarmee gereden werd. Ja, het leek een beetje een slechte B-film eigenlijk. Het ging behoorlijk hard op bepaalde stukken. En uiteindelijk heeft de auto die achter mij reed, ik reed achter de auto en achter mij reed een dienstauto, die heeft de auto een tikje kunnen geven, zodat hij tegen een muurtje tot stilstand kwam. Volgens de politie zijn er geen mensen onnodig in gevaar gebracht. Er is direct voor gekozen de veiligheid. Dat staat echt centraal in het politiewerk. En daarbij is getracht via een gecoördineerde actie van de meldkamer diverse politieauto's om die auto, die vluchtende autodief, heen te krijgen, zodat die klem kon worden gereden. Alleen dat is een kwestie van tijd. En het is natuurlijk ook welke route rijdt deze persoon. Daarbij is rekening gehouden met omstanders. Daarvoor is zwaarlicht en sirene gevoerd. Zodat niet alleen wordt gezegd van we moeten vrije doorgang hebben. Nee, je geeft ook aan mensen, let op, er is iets bijzonders aan de hand. Uit cijfers van het ministerie blijkt dat er van 2005 tot en met 2007... 11 doden en 146 gewonden zijn gevallen bij ongelukken met politievoertuigen. Achtervolgingen maken daar deel van uit. Een afweging maken, zeg maar, of het gerechtvaardig is om met zulke grote snelheden, voor zo'n autodief je leven in de waagschaal te brengen. De politie heeft in een woning aan de Willemshof in Apeldoorn 5 zwaar verwaarloosde honden gevonden. De dieren waren er zo slecht aan toe dat ze alle 5 zijn afgemaakt. De inspecteur van dierenbescherming zegt dat hij in de afgelopen 21 jaar zo'n ernstige mishandeling nog nooit heeft gezien. Tegen de eigenaar is procesverbaal opgemaakt. Robert Gesink is terug in Nederland. Het wielertalent uit Aalten moest gisteren de Tour noodgedwongen verlaten vanwege een polsbreuk. Het jonge talent is een illusiearmer. 2:30 vanmiddag, vliegveld Wezen in Duitsland. Robert Gesink keert terug uit de Tour de France na een valpartij. Veel eerder dan gepland. Ja, gisteren gevallen, pols gebroken. En de Tour voor mij is dit jaar voorbij. Hoe hard komt dat aan? Ja, toch wel hard. Kijk, ik ga met hoge verwachtingen die kant op. Eigenlijk is de Tour was wel het hoofddoel van mijn seizoen. En dan, ik bedoel, naar huis moeten gaan voordat je überhaupt bergen gezien hebt, dat is wel heel erg zuur. Zijn geboorteplaats Varsseveld treurt mee met het wielertalent. Met name kapper Houwer is aangeslagen. Ja, je had wel vrij gauw in de gaten, vond ik zelf. Je zag met zijn hand dat hij niet op het stuur kon houden. En hij zat met die hand zat hij naar zijn andere arm te grijpen. Ik denk van, dat zit vast niet goed. Gaat u zich toch een Koep Gesink laten aanmeten hier? Nou, nee, dat laat ik me niet doen. Mijn eigen koepje bevalt me beter als dat Gesink. Ik vind hem wel mooi staan, maar voor mij is dat niet wat. Als je het stuur niet meer vast kunt houden, dan is heel vervelend. Ja, wel erg. Nu kan ik niet meer verder fietsen. Gesink reed de etappe gisteren, ondanks de polsbreuk, toch nog uit. Een prestatie van formaat, maar hij heeft er niets meer aan. Ik had eigenlijk nog een klein beetje hoop dat het niet gebroken zou zijn, maar toen eenmaal die zwelling echt erop komt te zetten, toen had ik al eens een idee dat het wel eens een foute boel kon zijn. En
Ja, de laatste 20 kilometer was echt slechte weg. En ik kon mijn stuur niet meer vasthouden, dus het werd langzamerhand ook gevaarlijk. Omdat je er tussen die auto's zit. En toen heb ik het samen met Grisha hebben het peloton laten gaan. En, aan toe laten gaan eigenlijk? Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja, pas in het ziekenhuis kwam ik erachter dat ook het daadwerkelijk gebroken was. Maar is toch wel echt balen. Ruim 200 rechercheurs zijn na 2 maanden onderzoek niets wijzer geworden over het motief van Karst T. Dat zeggen bronnen rondom het onderzoek tegen diverse media. Karst T. reed op Koninginnedag in Apeldoorn 7 mensen dood. Ook hij zelf overleefde de aanslag niet. Volgens justitie heeft T. vlak na de aanslag gezegd dat zijn daad gericht was tegen het Koninklijk Huis. Maar deze verklaring is nog steeds het enige concrete bewijs over zijn motieven. Ook zijn er geen bewijzen gevonden dat hij de actie voorbereid heeft. In zijn auto zijn alleen een vlaggetje en een verrekijker gevonden. T. had geen computer en de laatste jaren weinig sociale contacten. Het onderzoek van de Nationale Recherche is inmiddels afgerond en begin september worden de conclusies openbaar gemaakt. Eerst wordt nog een gedragsanalyse gemaakt van Karst T. Hij gebruikt de helft minder brandstof en hij stoot ook 50% minder CO2 uit. En er is nog iets bijzonders aan de nieuwste stadsbus van Apeldoorn. Je hoort hem bijna niet. En vandaar de naam Whisperbus, oftewel de fluisterbus. Het wordt misschien wel het eind voor het oude vertrouwde dieselgeluid. De nieuwste generatie stadsbus in Apeldoorn klinkt echt anders. Kunt u me starten? Jawel, dat wil ik wel voor u doen. Hij doet het niet. Start. Jawel, hoor maar. Dat is alles. Dat is alles. De Whisper is weer een nieuwe generatie hybride stadsbus. Nieuwste elektromotor die verwerkt zit in het achterwiel. Bovendien zit er een kleine dieselgenerator in de bus die op het juiste moment ook onderweg voor stroom kan zorgen. Gevolg? 50% energiebesparing en de helft minder uitstoot van CO2. Andere hybride voertuigen die er op de markt zijn, zijn in wezen dieselmotoren met een elektromotor, maar niet in de wiel. En die kunnen dit soort percentages niet bereiken. Dus het is eigenlijk al een vervolg op de hybride generatie die er nu aankomt. En daarvan ziet u de eerste bus in Apeldoorn. Dat de bus door de nieuwe motor ook zo stil is, heeft ook een nadeel. Je hoort hem niet aankomen. Daar hebben we weer wat op gevonden, binnen en buiten de bus, ook voor de passagiers. Dan weten de mensen dat de bus wegrijdt. De bus gaat 2 jaar op proef rijden. Er wordt namelijk rekening gehouden met kinderziektes. Maar ondanks dit soort risico's wil Apeldoorn toch voorop lopen. In de centrumomgeving waar een concentratie is van bussen, waar een concentratie is van auto's, is de maatregel aan de bron, in dit geval dus de bus, natuurlijk toch de meest effectieve. Dus als je dat kan stimuleren, als je dat tot stand kan brengen, dan doe je ook daadwerkelijk wat aan het verbeteren van je leefbaarheid van je stad. U kunt nog niet meteen mee met de Whisper. Tijdens de proefperiode rijdt hij eerst nog leeg achter de dieselbus van lijn 11 aan. De beste touwtreklanden die meten zich volgende week op de World Games in Taiwan. Dat zijn er maar 6, die landen, en Nederland is er 1 van. Het Nederlands mannenteam bestaat bijna volledig uit IJbergse touwtrekkers. En deze krachtpatsers die werkten gisteravond de laatste training af. Druk hoog en terug! En terug! En jullie weer, goed zo! Touwtrekken is maar 1 onderdeel van de World Games. Maar het is wel een onderdeel waar Nederland sterk in is. De Nederlandse Touwtrekbond heeft zich met 1 dames- en 2 herenteams geplaatst. En op basis van goede prestaties op de vorige spelen zijn de verwachtingen hoog gespannen. De laatste jaren heeft Nederland altijd goed gedaan. Altijd de laatste paar jaar zijn we eerste geworden. Dus ja, de verwachtingen zijn wel weer hoog. Er staan dezelfde jongens, een stel van dezelfde jongens, die staan er weer in. Dus sommigen zijn afgevallen en weer aangevuld met nieuwe. Dus we hopen er weer het beste van. De World Games worden iedere 4 jaar gehouden in het jaar na de Olympische Spelen. Dit jaar ontmoeten de sterkste landen elkaar dus in Taiwan. Het zal er hard naartoe gaan en we hebben ook het nadeel nog dat het er op het moment 35 graden is. Met een luchtvochtigheid van heb ik jou daar. Dus dat is... zal ook nog een grote tegenstander van ons worden. Het blijft opmerkelijk dat de meeste mannelijke toptouwtrekkers uit de Achterhoek en met name uit IJbergen komen. Het is misschien meer de mentaliteit van de mensen samen met elkaar en dan voor elkaar. En je moet het toch samen doen, maar anders dan wordt het niet waar. Ja, het zijn allemaal poortige jongens hier. Meesten zijn of van boeren kom af of die hebben toch allemaal wel werk waar ze overdag toch aan moeten poorten.
En dan denk ik toch wel een stukje voor te liggen richting touwtrekken. De Nederlandse mannen komen uit in de klasse 640 en 680 kilo. De vrouwen met onder meer Hanny van der Meijden uit Kerk-Avezaat doen mee aan de categorie tot 520 kilo. En na jaren trainen moeten volgende week in Taiwan in een paar dagen tijd de vruchten van de zware arbeid geplukt worden. Als je eerste wordt, ben je de beste van de wereld, ja. De nationale teams vertrekken volgende week en zijn op 21 juli weer terug. Met of zonder goud. Zeven ponies beleefden vannacht een heel avontuur. De dieren die waren ontsnapt uit een wei bij het Pannerdens Kanaal en kwamen uiteindelijk in Huissen terecht. De eigenaar en wat vrienden die probeerden vanmorgen vroeg de dieren terug te drijven naar hun wei. Zich van geen kwaad bewust sjokken de ponies gedwee met hun begeleiders mee naar hun eigen wei zo'n 3 kilometer verderop. Dat had ik eerder gebeurd. En nou weer, maar nou stonden ze wel heel ver weg. Volgens de eigenaar van de ponies zijn de hekken opengeknipt door vissers om hun zware materiaal makkelijker mee te krijgen naar het Pannerdenskanaal. Ze hebben het daar allemaal opengemaakt, die vissers en zo allemaal. En daarom zijn ze eruit. Moet jij niet eens een hartig woordje spreken met die vissers? Ja, wist ik maar wie het was. Dan had ik zeker een hartig woordje gesproken. Had het niet bij een woordje gebleven. Ja, zetten ze op het spel. Er kunnen ongelukken gebeuren, alles. Het is inderdaad een wonder dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Want de dieren zijn een drukke doorgaande weg overgestoken. En kennelijk willen ze die route graag nog een keer lopen, want de weg ernaartoe is gemarkeerd. Ze willen niet terug. Ze zien al de lekkere gras om zich heen. En die willen hier eten. Bij thuiskomst worden de ponies hartelijk begroet door hun buurvrouwen. En dan blijkt dat het gras bij de buren heus niet altijd groener is. Welke tuinier in Nijkerk heeft dit jaar de groenste vingers? Vandaag keurde een jury van Groei en Bloei de tuintjes. Straks een reportage. De vier tieners die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van de 16-jarige Tano Jansen blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Zutphen besloten. Tano werd 2,5 week geleden doodgevonden in een zeecontainer in Apeldoorn. De verdachten mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De 35-jarige Arnhemmer die zondag zwaar gewond raakte bij een schietpartij in de Vijfzinnenstraat in Arnhem is overleden. Volgens de politie lijkt het erop dat de schietpartij een uit de hand gelopen zakelijk conflict is. Van de drie verdachten zit er nog eentje vast. De politie heeft 8 mannen tussen de 18 en 25 jaar oud uit Elburg opgepakt vanwege bedreigingen, discriminatie en vernielingen. De mannen zouden maandenlang de plaatselijke horeca en uitgaanspubliek in Elburg hebben geteisterd. 6 slachtoffers hebben aangifte gedaan. Opnieuw zijn er auto's in de brand gegaan in de Apeldoornse wijk De Maten. Afgelopen nacht is een brommobiel waarschijnlijk aangestoken, waardoor een auto ernaast ook uitbrandde. 2 andere wagens liepen flinke schade op. Dit jaar zijn in de wijk al meer auto's in de brand gestoken. Het pretpark Koningin Juliana Toorn heeft naar schatting ruim een ton euro schade opgelopen door het noodweer. Afgelopen vrijdag sloeg de bliksem in bij het pretpark in Apeldoorn. Een groot deel van de attracties werkte daardoor niet meer, maar inmiddels is alle schade hersteld. Wilt u reageren op het nieuws of heeft u een nieuwstip voor ons? Ga dan naar omroepgelderland.nl. Veel handenwassen en er komen beduidend meer toiletcabines. De Nijmeegse Vierdaagse wapent zich tegen griepaanvallen en volle blazen. En verder is er bekendgemaakt dat de oudste deelnemer 92 jaar is, de jongste 11. De lopers komen uit 64 landen en 1 wandelaar start voor de 62e keer. Over een kleine 2 weken, dan is het weer zover. De Nijmeegse Vierdaagse. Alle betrokken partijen bij de Vierdaagse zijn vanmiddag aanwezig op een persconferentie. Dit is de grote man van de Vierdaagse. En dit is één van zijn kopzorgen. De Mexicaanse griep. Met tienduizenden deelnemers en ook duizenden bezoekers per dag is de kans op een besmetting een mogelijkheid. De organisatie adviseert dan ook extra de handen te wassen en plaatst ook extra wasbakken. En gebruikte zakdoeken mogen niet rondslingeren. Maar wat doet de organisatie als blijkt dat een loper toch de Mexicaanse griep heeft? Dat protocol ken ik op dit moment nog niet, want de medici zijn nog druk bezig om dat met elkaar vast te stellen. Deze mevrouw gaat over de Vierdaagse feest. Elk jaar komen er bijna 1,5 miljoen mensen op af. Meer bezoekers kan de stad bijna niet meer aan. Maar... Ja, wat we heel graag willen is ook overdag een aantal dingen toevoegen. Dan moet je denken aan kunstexposities en ja, juweeltjes noem ik het altijd, of straattheater. En dat we daarmee wat uitbreiden. En deze man is van de gemeente.
Voor de stad Nijmegen rinkelt de kassa. Want in totaal praat je over een extra omzet in Nijmegen van zo'n 35 miljoen euro. En als je dat gaat kijken wat dat eigenlijk voor werkgelegenheid in een heel jaar zou betekenen. Dat betekent die ene week heeft werkgelegenheid op voor 500 mensen. De Nijmeegse feesten beginnen volgende week zaterdag. Het loopevenement 3 dagen later. Ja, voor het laatste nieuws over de Vierdaagse kunt u natuurlijk terecht op onze site omroepgelderland.nl. Een grote brand heeft vannacht metselbedrijf Wierks aan de Nieuwsteeg in Tricht volledig verwoest. De brandweer rukte groot uit omdat er ontploffingsgevaar was. De brand brak rond 2:30 vannacht uit. Meerdere brandweerkorpsen werden ingezet omdat er naast het metselbedrijf een spuiterij zit waar veel chemicaliën liggen. Door de grote inzet kon voorkomen worden dat de brand oversloeg naar omliggende panden. Eigenaar Martin Wierks werd uit zijn bed getrommeld. We zien allemaal rook boven de Nieuwsteeg, want je schoonzuster heeft gebeld. Ze zei, nou, dan gaan we er eens uit. En ik zag eerst de meubelfabriek van Visser en Bosch gehad. En we komen hier om de hoek en is mij gepand. Dat van mij ongelooflijk. Ik ben gisteravond hier nog om alles in op kantoor geweest om een offerte nog klaar te maken. Omwonenden moesten ramen en deuren dicht houden. Na metingen bleek dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een weelderige tuin vol met hortensia's en orchideeën, of juist een onderhoudsvriendelijke tuin met veel bestrating. Het is weer tijd voor de jaarlijkse tuinkeuring. En dus heeft iedereen die in de prijzen wil vallen de tuin door picobello bij liggen. Dat komt door de boom die er niet is. Dus we gaan gewoon weer op een 7 minuutje zitten. Ja, lijkt me. Ria Sonderen en Henk van Hel zijn in Hoevelaken voor de jaarlijkse tuinkeuring van de vereniging Groei en Bloei. Alle tuinen die er een beetje uitspringen worden aan een deskundige blik onderworpen. Een tuin die de keurders al eerder was opgevallen blijkt ook nu weer in de smaak te vallen. Dit vinden we mooi. Bij de algemene indruk hebben we 7, 7, 7,5, 7 hebben we uitgedeeld. Maar het bloeit nu volop. Dus is de bloemen, ja, zeker. Daar geven wij een hoog cijfer aan. De bewoonster zit net in de tuin te werken als ze wordt overvallen door de tuinkeuring. Ja, dit vind ik wel heel erg onverwachts. Geweten had ik er anders uitgezien. Ze had niet verwacht dat haar tuintje er zou worden uitgepikt. Want eigenlijk heeft ze er helemaal niet zoveel verstand van. Nou ja, ik doe eigenlijk maar wat hoor. Ik heb er geen opleiding in en ik vind het gewoon heel erg leuk. De keurders houden zelf vooral van groene tuinen. Maar de opmars van de onderhoudsvriendelijke tuin lijkt niet te stuiten. De verstening treedt natuurlijk op in die nieuwbouwwijk. Mensen werken allemaal, hebben weinig tijd en willen onderhoudsarme tuin. En dan zeggen ze van, dan moeten we maar straat doen of grind. Maar dat is net zo goed, veel werk. En soms kan een mooie groene tuin ook heel onderhoudsvriendelijk zijn. Wie wil weten wie de mooiste tuin van Nijkerk heeft, zal nog even geduld moeten hebben. Pas in november wordt de winnaar bekendgemaakt. Ja, dan gaan we naar Wageningen om van Alfred Snoek te horen of het nou morgen eens een keertje wel droog blijft. Nee, ik denk het niet. Het wordt morgen zelfs een ronduit natte, herfstachtige dag in Gelderland. Wat dat betreft viel het vandaag met die buien mee. Weliswaar af en toe hele donkere wolkenluchten, maar tussendoor was het lange tijd droog, wist de zon door te breken. Morgen wordt het allemaal een stukje onstuimiger. Op de satellietanimatie zien we dat er nogal wat buiengebieden in Noordwest-Europa aanwezig zijn. En hier is een lage drukgebied in de maak en dat komt langzaam onze kant op. Nou, vandaag waren er nog echt losse stapelwolken. Met tussendoor echt wel ruimte voor de zon, maar ook een enkele bui. Morgen dan is de bewolking aaneengesloten, is het een grijze wolkendeken. Vanavond zijn er nog wel opklaringen, maar later vannacht neemt de bewolking toe en volgen dan die buien. Ook de wind gaat dan aantrekken en in de Achterhoek daalt dan nog de temperatuur naar een graad of 11. Terwijl het langs de randmeren niet veel kouder wordt dan zo'n 14 graden. En dan de dag van morgen. Het ziet er behoorlijk nat uit en het wordt ook een tijdje erg nat. Het regent af en toe gewoon echt behoorlijk door. Plensregen en zo af en toe zit er zelfs een verdwaalde onweersbui tussen. Het zal niet de hele dag regenen. Aan het eind van de middag schuift dan die regen langzaam via de Achterhoek naar Duitsland. En in de avonduren, vooral dan, weet er nog eventjes de zon door te breken. Als eerste in het rivierengebied. In de regen 's middags 13, 14 graden. De maximumtemperatuur van zo'n 16, 17 graden wordt in de namiddag of aan het begin van de avond gemeten. En verder, en dat is ook erg opvallend morgen, een straffe westenwind, windkracht 4 tot 5. Zaterdag knapt het allemaal weer op. Een overwegend droge dag met af en toe zonneschijn en zo'n 21 graden.
Die temperatuur gaat de dagen daarna geleidelijk aan omhoog, maar het blijft voorlopig wisselvallig. Met mooie dagen, met zonneschijn en dan weer een dag met een aantal buien. Kortom, typisch Hollands zomerweer. In 3 weken tijd 10.000 kilometer fietsen. Voor een record en voor het goede doel. Joop van Beek die hoopt vanavond zijn missie te voltooien. En of het lukt, u ziet het morgen in TV Gelderland Nieuws. Ik wens u nog een fijne avond. Na de reclame kunt u bij TV Gelderland...